In navolging van de landelijke idols organiseerde Harmony Prinses Juliana al enkele malen een Gijsselse idols. Vandaag is het weer zover. Talloze jeugdige artiesten staan te popelen om voor het publiek hun muzikale kunnen te tonen. Laten we maar snel gaan kijken. Super knap. Nou, volgens mij het swingde de pan uit. Ik dacht dat het publiek op de banken ging staan, maar ik heb het niet helemaal kunnen zien. Maar heel leuk optreden trouwens. Onze presentatrice van vandaag. Hey, hoeveel keer heb jij dit nou al gepresenteerd? Ja, dit is het vierde jaar inmiddels alweer. Schiet lekker op dan, hè? Ja, bijna een jubileum. Jubileum? Ja. Toch geen 100 jaar, hè? Nee, dat duurt nog even. Okay. Hey, natuurlijk heb je een doelstelling als Harmony zijnde met dit soort middagen. Kun jij dat uitleggen wat het is? Welke doelstelling jullie hier achter zoeken? Ja, nou, het is de bedoeling om een open podium te bieden eigenlijk voor kinderen uit de orkesten en kinderen uit de omgeving. En dat slaat behoorlijk aan, heb ik gemerkt. Ja, inderdaad. Het is ieder jaar erg druk bezocht. Het is heel erg populair. Leuk om al die kinderen zo te zien met hun talenten. Ja, knap hoor, dat ze durven. Hoeveel deelnemers hebben jullie vandaag? We zitten vandaag op ongeveer 15 kandidaten, dus er zijn er heel wat. Er zijn drie categorieën. Zijn alle deelnemers een beetje goed verdeeld over de drie verschillende categorieën? Ja. Eigenlijk gaat het altijd vanzelf. Inderdaad, in de drie categorieën. Jong aanstormend talent, best ensemble en de vocale groep, inderdaad. Mooi van klank, mooi samenspel. Op een gegeven moment nog mooi wat zee achter met de zeepbelletjes. Goed over nagedacht, mooie prestatie. Thank you.
best een moeilijk nummer. Heel zacht, heel gevaarlijke klanken erin, maar ik vind het erg knap gedaan. Heel netjes. Je gaat zingen Beautiful uit Glee. Ja, is een serie van tv nu toch? Ja, oh, oké. Okay. Nou, dat is extra moeilijk, want dat kent iedereen natuurlijk. I'm insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Yes, words can bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can bring me down. Oh, no, no. So don't you bring me down today. Terwijl de jury zich terugtrok om zich te beraden over de uitslag, konden de aanwezige kinderen verschillende instrumenten uitproberen. Ik zag jou net blazen op de klarinet en is het goed bevallen? Ja, heel leuk. Had je wel eens eerder op een instrument geblazen? Nee, blaasinstrumenten nooit. Andere wel? Ja, keyboard wel, piano wel, een vleugel. Ja, en veel meer eigenlijk niet. Nou, dat is al heel wat. Hey, is het iets voor jou, blazen op een blaasinstrument? Ja, dat denk ik wel. En je hebt net op een klarinet geblazen. Is dat een instrument waarvan je denkt, dat zou ik wel willen? Oh, nou beginnen ze te trommelen, nou moeten we heel hard gaan praten. Nou, ik wil liever saxofoon. Saxofoon is namelijk ook heel leuk. Zal ik dan de juffrouw vragen of je op de saxofoon mag blazen? Ja, graag. Hé, hey, dat was een geweldige solo. Jij vindt saxofoon leuker als klarinet? Ja, dat denk ik wel. Kan de harmonie jou binnenkort inschrijven als saxofonist? Waarschijnlijk wel. Die mensen van de ensemble en trouwens, alle drie de categorieën, komen die voornamelijk uit de harmonie of zijn die, is dat loslopend wild om het zo maar te zeggen? Nee, het is echt altijd 50-50. Ja, nee, er zijn ook heel veel kinderen buiten de vereniging die meedoen. Heel erg leuk altijd. Hey, en dan om eventjes af te sluiten, jullie zijn bezig met het 100-jarige jubileum. Ja. Wat is de volgende activiteit van de harmonie in het kader van het 100-jarige jubileum? Ja, de volgende activiteit is volgende week zondag. Dat is eerst een mis. En daarna hier een receptie in de Boogaard waar mensen van harte welkom zijn.